Panasonic in staat is een prima systeemcamera te maken, heeft het bedrijf al lang bewezen. Vooral met de GH3, 4 en 5 maakt het bedrijf furoren en dan voornamelijk onder filmmakers. Legio mogelijkheden, goede specificaties en dat alles in een kleine en vooral betaalbare verpakking. Eén nadeel, die Micro Four Thirds beeldsensor. Maar nu, in navolging van Canon, Sony en Nikon, komt het met een eerste full-frame systeemcamera, deze Lumix S1. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, dit is een notoire alleskunner. Voor degenen die al helemaal gewend waren geraakt aan de kleine en lichte behuizingen van de toestellen uit die GH-lijn, is de S1 wel even wennen. Ter indicatie, dit is een GH4 en zet de S1 ernaast. Ja, het verschil is gewoon heel duidelijk merkbaar. Ook in gewicht zonder lens weegt de S1 namelijk al een kilo. Nou, dat merk je. Hij kan ook een beetje intimiderend overkomen. Op de body zitten zoveel knopjes en schuifjes, dat is gewoon even wennen. Maar in de praktijk merk je dat er allemaal functies onder verscholen gaan. En zodoende heb je eigenlijk al die functies onder je vingers zitten en hoef je eigenlijk via touchscreen niks tot nauwelijks te regelen. Ik houd hier wel van. Het doet me een beetje denken aan een, klinkt gek, maar ouderwetse spiegelreflexcamera. Lekker groot, lekker robuust, ligt goed in de hand. Alleen begrijp ik de keuze voor het uitklapschermpje niet. Hij kan wel uitklappen, maar nogal beperkt. En voor de filmmaker zal dit ja, net niet genoeg zijn. Waar Panasonic met die GH3, 4 en 5 echt mikte op de filmmaker, is deze S1 gewoon geschikt voor zowel foto als videograaf. Het toestel drukt af in 24 megapixels en kan 9 frames per seconde vastleggen. Je kunt echter ook een 6K en een zogenaamde 4K modus activeren en dan loopt het op tot 30 en zelfs 60 frames per seconde. En om je een idee te geven, dat klinkt dan zo. Best indrukwekkend. Wat opvalt is dat hij qua fotokwaliteit echt niet onderdoet voor de concurrentie. En dankzij de uitstekende dual IS stabilisatie kun je ook in het donker gewoon nog een goede, scherpe foto afdrukken. De verschillende autofocus modi komen bovendien ook goed uit de verf. Dit apparaat kan heel aardig een bewegend object of een persoon bijbenen. En zodoende zou je hem ook kunnen inzetten bij bijvoorbeeld sportevenementen. En het was te verwachten, ook op videogebied staat deze camera echt zijn mannetje. Focus peaking, zebra stripes, dat soort dingen helpen je bij het maken van je shot. Dat kun je draaien in maximaal 4K 60 frames per seconde. En maak jij nou graag slow motion beelden, dan kan dat in Full HD tot maar liefst 180 frames per seconde. Combineer dat met de dual IS stabilisatie en je houdt echt prachtige steady shots over die de gimbal bijna overbodig maakt. Maar dan de autofocus en dan met name gezichtsherkenning in de videostand. Altijd een pijnpuntje geweest op Panasonic toestellen. Het goede nieuws, het is beter dan het ooit is geweest. Deze camera houdt over het algemeen gezichten goed bij en scherp in beeld. Maar de oplettende kijker zal vooral in de achtergrond af en toe een beetje hunting zien optreden. En wat dat betreft heeft Panasonic de zaak is gewoon minder goed op orde dan bijvoorbeeld Canon. Ook iets om rekening mee te houden, V-Log, de platte beeldstijl van Panasonic, komt niet standaard uit de doos met deze camera, maar moet je apart aanschaffen. Kosten 100 euro. Deze combinatie van body en lens kost je 3500 euro. En nu hoor ik je al denken, wat maakt die extra 100 euro dan nog uit? Toch, bij mij wringt dat. En sowieso, dat prijskaartje is wel erg stevig. Heb je nou een foto- en videoshoot op dezelfde dag en moet jij dat helemaal zelf kunnen en regelen? Ja, dan ben je misschien bereid om dat eraan uit te geven. Maar hoef jij nou maar één van die twee disciplines te tackelen, dan kun je wellicht af met een ander en bovendien goedkoper model. Dit is een geweldig apparaat waarmee je in eigenlijk elke situatie uit de voeten kunt. Maar heb je het ook echt nodig? Stel jezelf eerst die vraag voordat je overgaat tot aanschaf. Want wellicht zijn er dus andere goedkopere camera's waarmee je eigenlijk hetzelfde kunt bereiken.